Dit wordt een ontzettend goede zin dessert. Want als je dan toch vandaag aan het gourmetten bent, dan wil je het ook afsluiten met een heel feestelijk dessert. Een ijstaart. Begin ik eerst eens met het ijs in te pakken met de cake. Het eerste wat je dan kunt doen is een bodem maken van plakjes cake waarop je het ijs zet. Ijs wat je gewoon in de winkel of supermarkt kunt kopen. Wat je doet is gewoon die cake er tegenaan drukken. En het dak moet een beetje in een punt gaan lopen. En zet ik deze in de diepvries. Dan door met de chocolade. Kijk, zorg dat de chocolade gesmolten is. En dan giet je dat zo op het bakpapier. Uitstrijken tot een dunne plak. Van deze chocolade ga ik het dakje maken, maar ook de ramen en de deurtjes. En daarvoor heb ik gewoon van karton een aantal vormpjes al uitgeknipt. Gewoon langs dat kartonnetje, gewoon met een schilmesje snijden. Dan ga ik eiwitschuim maken met geklopt eiwit en gekookte suiker. Dus ik kook het dan gewoon tot een beetje honingdikte. Dan kan intussen het eiwit kloppen met een klein beetje achtergebleven suiker. Kijk, en dan die hete suikersiroop rustig op het eiwit gieten. Kan ik intussen, terwijl dit klopt, ook al wat poedersuikerglazuur maken. En daarvoor gebruik je poedersuiker aangemaakt met een heel klein beetje water. Het schuim is goed. Ja, en dan begint het leukste werk, het echte knutselwerk. En het huisje helemaal afmaken. Kijk, nu is het een kwestie van planken erop gaan maken. Planken van eiwitschuim. Helemaal rondom. Kijk, en dan ga je met een gasbrandertje. Dan krijg je gelijk een beetje het idee van houten planken. Ja, en dan de chocolade. Een stukje van het dak, een deurtje, een raampje. Kijk, en dan het glazuur. En daarmee maak je het nog helemaal af. Dat de sneeuw er zo helemaal afdruipt. En dan tot slot poedersuiker. Lekker royaal. Zet het mes erin, want het is nooit zonde. Want uiteindelijk moet je hem lekker opeten samen.